Of wat is dat dan? Nou, dat betekent dat we alleen maar mogen looten op dit plekje. Ik ben er nog nooit geweest. Maar ja, we mogen dus alleen maar looten op dat plekje. Dus heb je nou zin in deze video? Smash dan even met je pink, je rechter pink, op dat duimpje omhoog. En smash ook met je neus op het abonneerknopje met het belletje aan, natuurlijk. En dan, ja, dan weet ik dat jullie zin hebben in deze video. Wij gaan in ieder geval daarheen. Het is een stukje vliegen, maar dat betekent dus wel dat het daar rustig wordt waarschijnlijk. Dus dan kunnen we eventjes rustig looten zonder dat we hoeven te stressen door andere mensen. Ik zag dat de video van gisteren, de Stairway video, heb je die nog niet gezien? Klik dus eventjes op het i'tje. Heb je die nou nog niet gezien? Kijk hem eventjes. Maar ik zag dat die super goed ontvangen werd door jullie. Dus ik dacht, we gaan vandaag nog een challenge doen. Wel een andere natuurlijk, want anders wordt het saai. Dus nu gaan we de Museum Only Loot Challenge doen in Fortnite. Dus ja, hopelijk hebben jullie er zin in. We zijn er bijna dus. Hopelijk staat er dan wel een kistje of zo. Of iets in die richting. Beetje wat loot, weet je niet dat we met zonder loot moeten spelen? Nee jongens, ik weet dat het zonder loot is, maar even voor de grap, met zonder loot. niet dat we met dat we zonder loot moeten gaan spelen. Hier is in ieder geval wel een rift, dus dat is wel heel chill om te weten. Ja, hier ligt zeker wel loot. Hier is zelfs een gouden XP coin, joh, wat leuk. Hier staat zelfs een kissie in. Die kunnen we gaan eens. Zo, sorry, ik heb het glas kapot gemaakt. Zo. Dankjewel voor net. Kijk eens eventjes wat we krijgen joh, uit gewoon een kissie. Die gouden XP coin, die wil ik eigenlijk wel. Huppakee. Krijgen we heel veel XP van. Wij dit gaan we wissen. Doen we deze hier zo. Ja, nou, dit is dus een loot waar we het mee moeten gaan doen. We hebben wel een. Trouwens, ik kan dit allemaal naar beneden halen. Ik weet niet wat dit hierboven is. Ik ben hier nog nooit geweest, jongens. Dat hebben jullie waarschijnlijk gezien, omdat die ook niet gediscoverd was, dit plekje. Maar in ieder geval, voor de rest ligt hier geen loot meer. Dus dit wordt de loot waar we het mee moeten gaan doen, het hele potje. AR is chill. Pistols chill. Op close range. Rift hebben we hier. We hebben een healing item. En we hebben een gouden sniper. Een bolt action sniper. Dus dat is super chill. Wij gaan deze rift even pakken natuurlijk. En natuurlijk mogen we wel gewoon shields en mats farmen. Want ja, oh, daar was iemand. Oh, wat zonde. Waar is hij? Ja, daar is hij, daar is hij, daar is hij, daar is hij. Hopelijk wordt dit niet meer dood, want dat zal het heel zonde zijn. We hebben ons pisteltje in onze hand. Ah, het is een bot, oké. Wacht, ik wil hem eigenlijk killen met mijn sniper. Komt hij. Pom. Zo, een lekker headshotje. Hij had echt geen loot trouwens. Zo. Alleen maar wat hout. Hij heeft hier alles gefarmd, hij heeft geen loot. Trouwens, kogels mogen we wel pakken, maar die kist niet. Trouwens, even kijken wat erin zit. Niks oppakken. Ah, er zit niks interessants in. Die hout mogen we wel pakken. Maar voor de rest moeten we het echt alleen maar met deze wapens gaan doen. Ik zie dat ik nog steeds dit plekje niet heb gediscoverd, dus ik heb geen idee hoe dat kan. Ik ben het toch duidelijk geweest, maar ja, maakt niet uit. Waar is die andere rift hier? Daarom ging ik eigenlijk ook terug, anders was ik niet teruggegaan naar diegene. Even kijken. Niet. En naar de cirkel, want ik zag dat het aardig ver was. Het is toch wel lekker dat we een rift kunnen pakken, dat we niet het hele stuk moeten lopen. Dus gewoon mooi. Ik denk dat dat veel te ver is. Het tankstation. Laten we bij dat huis landen. Dan gaan we trouwens, we mogen toch niet looten. Dus het heeft nul zin. Waarom ben je op mij aan het schieten? Hallo? Of trouwens, ik mag wel gewoon healing oppakken. Dus hopelijk staat die groot. Ah, het is al geloot. Het is alweer geloot. Hier ligt wel nog een medkit. Die mag ik wel pakken. En wat extra kogels voor de snipe zou ik wel willen. En natuurlijk meds. Want ja, als we wel in een buildfight komen, dan moeten we daar wel tegen op kunnen bouwen. Maar ja, ben jij in ieder geval nog nieuw op dit kanaal? En vind jij mijn video's leuk? Abonneer even met een belletje aan. Ik upload dagelijks zondag om 6:15 ochtends. Waardoor je het al heel vroeg in de ochtend zou kunnen kijken. En natuurlijk gewoon de hele dag door zou kunnen kijken. Dan hoef je nooit te wachten totdat er een video van mij online komt. Tenzij je heel vroeg wakker bent om 6 uur of zo. Ja, dan moet je eventjes wachten. Why are you running? Oh. Ah, ik kan beter AR pakken, want dat is beter. Zo, ik kan merken dat dit mijn eerste potje is vandaag.
Ik ben scheef, dat is niet normaal. Oké. Oh, die LMG wil ik eigenlijk meenemen, maar dat mag niet. Dat mag niet. Oh, die kogels wel allemaal, gelukkig. Sniperboeren zou ik wel graag willen. Daar landt wel een airdrop. Die is ook alweer geloot. Oké, we moeten die airdrop eigenlijk hebben, jongens, voor de healing. Ik denk dat dat wel het beste tactiek is om healing te krijgen. Ik vind het tot nu toe best wel een leuke challenge. En hier, als die letterlijk precies op het water geland. Oh, wauw. Gewoon ook in het midden gewoon precies, hè. Dat meen je niet. Ja, je kan hier ook niet tegenop bouwen. Oké. Kijk wat ik moet laten liggen. Nou, dit mag ik meenemen, maar de rest, dat moet ik gewoon laten liggen, hè. Die mag ik gewoon niet meenemen. Verder set. Oké. Even dit bootje hakken voor de mats natuurlijk. Diegene die met me meekijkt, die zal wel denken, waarom neem je die farmers niet mee? Ja, het is een challenge, ja. Als je me volgt op de Game Wars, dan weet je wat de challenge is. Ik wil ook bezig gaan met een intro. Dus heb jij nou leuke ideeën en misschien een goede site waar ik een intro kan maken, laat me eventjes weten in de reacties. Het moet wel echt een mooie zijn. Hij moet niet te lang duren. Misschien heb je zelf al een leuke intro voor mij gemaakt. Of wil je eentje voor mij maken? Dan kan je die insturen op onze Discord. Via het mediakanaal. Link zal in de beschrijving staan. Dus als jij een intro voor mij wil maken, dan kan je die insturen. En misschien gebruik ik dan wel jouw intro. En dat is natuurlijk super vet. Dus link staat in de beschrijving voor de Discord. Ben je nog niet gejoined, join hem eventjes. Echt schaamteloze zelfpromotie hier steeds. Maar ja, maakt niet uit. Muziek uit, anders krijg je een copyright claim. Ik weet precies hoe dat gaat met dat Fortnite. Laatst ook een video gemaakt over een copyright claim. Heb je nog niet gezien, klik even op het i'tje. daar zijn nog rifts. Daar kunnen we wel heen. Ja, we mogen toch niet looten. Dus ik denk dat we het beste daarheen kunnen. En dan hier eraf kunnen springen. Oké, we krijgen toch geen fall damage. 2 kills, 34 mensen over. Of 33 eigenlijk. Dus dat is mooi. Dun, dun, zo. Oh, lekker, die rift is laag. Hoppa. Oké, waar zullen we heen? Plastic Park. Airdrop kunnen we pakken. Waar is hij? Ik zie hem niet. Ah, deze airdrop hadden we ook kunnen pakken, maar ja. Oké, deze airdrop hier op de berg kunnen we wel gewoon pakken. Eigenlijk ben ik liever niet op deze berg, maar ja. Moet maar. Oh, hier staat hij. Ik vind dit een hele rare hoogte ding. Qua hoogte. Oh, moeten we weer laten liggen. Ja, die mag ik eigenlijk ook niet meenemen. Is loot. Ja, die mag ik wel, want het is geen wapen. Nou, trouwens, het is loot, dus het mag niet. Mag alleen maar healing. Daar liggen wel die. Mag ik wel meenemen. Hopelijk kunnen we hier looten voor wat healing. Want het is wel heel armoedig zo, jongens. Come on, man. Give me some healing. Oh. Dat heb ik nou weer niet nodig, Fortnite. Hieronder staat het, hè. Come on, man. Weer niet, alleen maar bandage. En weer, nee, laat ik ze nu liggen en straks heb ik ze nodig. Ook niet. Nou, slecht huis dit. Ik weet al dat ik hier niet meer moet gaan landen. Voor loot. Daar ligt nog wel een kistje en wat is dat? Ah, harpoen. Level 47 zijn we al, dat is best wel snel gegaan. Ik speel eigenlijk alleen maar Fortnite meestal voor de opnames. En nou ja, de laatste tijd speel ik dan wel weer veel Fortnite op mijn kanaal. Omdat jullie het gewoon heel leuk vinden. Om te zien weer. Het had even een down op mijn kanaal. Het had echt een down. Het was echt even heel slecht werd het bekeken. Inmiddels wordt Fall Guys heel slecht bekeken, wat me eigenlijk wel een beetje verbaast. Maar ja, zolang jullie dit leuk vinden, ga ik gewoon lekker Fortnite spelen natuurlijk. Ik doe dit eigenlijk allemaal voor jullie. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Is hier iemand?
Oh, je gaat hier bij het huis landen. Oh, nee. Ik ga het rustig uitspelen, jongens. Ik wil deze kist hebben. Ah, kom op. Geef me even... Even wat loot, man. Laat ik maar die 4 medkits meenemen. Geen idee wat ik aan heb, maar ja. Oh, ammo box heb ik ook nodig. Volgens mij zit hij hier niet, hoor, maar ja. Is hij verder gevlogen of zo? Of hij zit weer in het huis. Dat kan natuurlijk ook. Hier, kistje. Kom op! Geef me even healing. Ik krijg alleen maar bandage launchers en zo. Dat hele pot. Wauw, kom op Fortnite. Ik weet, als ik een challenge doe, moet je altijd het moeilijk doen. Maar kom om in. Hè. Oké. Niet innemen, dat zal echt heel zonde zijn. Voor 10 AP. Dit huis misschien. Maar hier is denk ik, ja, hier is net diegene geland. Dat kunnen we misschien beter niet doen. Ah, dat had ik ook beter niet kunnen doen. Ja. Ja, heel slim weer. Ik sloeg eigenlijk voor ongeluk tegenaan. En, oh nee. De boel staat in de brand. Oké, medkit. Kom al mee. Kom al mee. Deze boom niet in de brand, alsjeblieft. Ah, we komen daar uiteindelijk wel weer bovenop. Het was gewoon stom dat ik dat deed eigenlijk. Ik dacht, ik ren er wel van weg, maar ja. Maar dat was niet. Zo. Nou, laten we die medkit maar weer gaan ophalen dan, hè. Het was echt onnodig, dit. Kijk, tot nu toe gaan we nog best wel goed met de, hoe heet het, Only Loot Challenge. Hoezo bouw ik eigenlijk met metaal? We eigenlijk deze airdrop hebben. Oh nee, ik schrik me kapot, man. Ja, man, lezen nog harder. Dit is echt niet normaal. Hoe hard kan je laseren? Waar heb je je aimbot gekocht? Zeker weer in controle speler, hè? Laten we even kijken. Bij Spectate. Kan je dat zien? Oh nee, het is wel een controle game, maar hij laserde wel echt heel hard. Dat was niet normaal. Moet je maar terugkijken. Van 150 naar HP naar iets van 40 of zo. Dat is echt niet normaal. Oké. Okay. Maar hierbij ga ik wel de video afsluiten. Vond je dit nou een superleuke video? Smash dan zeker even op het blauwe duimpje omhoog. Met je pink. En abonneer met je neus. En dan zie ik jullie graag terug bij de volgende video. Laters.